Nou, nogmaals welkom. Mijn naam is Jena Sauw en ik werk als projectleider en adviseur bij Faros op het Focal Point Meisjesbesnijdenis. Faros is het expertisecentrum gezondheidsverschillen en ook al vele jaren Focal Point Meisjesbesnijdenis. En dat betekent eigenlijk dat wij ons inzetten op het voorkomen van meisjesbesnijdenis, maar ook op het bieden van goede zorg voor vrouwen die zijn besneden. En dit doen wij samen met verschillende partners, waaronder EFSAN, Federatie Somalische Associaties Nederland, GGD'en, Veilig Thuis, medische beroepsverenigingen. Nou, goed om te zien dat jullie vandaag weer met zoveel aanwezig zijn. Zoals ik het net ook al aangaf, dit webinar wordt opgenomen en wij posten de webinars allemaal op ons YouTube-kanaal waar je ze terug kunt lezen, kijken. En in ons laatste webinar in september hadden we het over cultuursensitief werken. We hadden het over wat dat is, wat daarvoor nodig is. En hierin kwam naar voren dat je het helpt om jezelf eigenlijk goed te kennen op cultureel gebied. Dus wat is mijn eigen culturele bagage? Wat heb ik meegekregen? Wat is normaal voor mij? Wat is niet normaal? En ook hebben we het gehad over aannames die je kunt hebben die in de weg kunnen staan bij het gesprek dat je voert. Het is goed om je daar bewust van te zijn. Nou, vandaag hebben we het eigenlijk verder over het bespreekbaar maken van VGV. En dat doen we eigenlijk net vanuit een iets ander perspectief, namelijk vanuit het perspectief vanuit gedragsverandering. En dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik samen met mijn collega Annegien doen. Goedemiddag, ik ben Annegien Langedijk. Ik werk aan tools en praktische handvatten om gesprekken over gevoelige onderwerpen makkelijker te maken. Dat deed ik voorheen in Nigeria op het gebied van gendernormen. En nu bij Faros op thema's zoals stoppen met roken, maar ook discriminatie en ook schadelijke praktijken. Heel fijn. Nou, waarom vandaag dit perspectief vanuit het gedragsveranderingsprincipe? Het kan zijn dat je de gesprekken misschien al jaren voert en dat ze over het algemeen heel goed gaan, maar dat je soms toch een drempel ervaart om het gesprek aan te gaan. Misschien ben je nog minder bekend met het onderwerp en voel je de gesprekken pas voor het eerst en vind je het spannend om die gesprekken aan te gaan. Of misschien zijn er wel andere onderwerpen waar je nog minder het gevoel van hebt van hey, dit gaat mij lukken, ik kan dit. Zoals seksualiteit of andere schadelijke praktijken. Maar het kan ook zo zijn dat je bij collega's herkent dat zij het echt als een drempel ervaren om het gesprek aan te gaan. Nou, wij krijgen dat in ieder geval regelmatig terug bij Faros, dat het lastig is om dat gesprek aan te gaan, ondanks dat professionals de kennis en vaardigheden hebben om dat goed te doen. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je toch het gevoel hebt van hé, ik kan dit, ik ga dit gesprek aan? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kan me voorstellen dat er vragen komen naar aanleiding van ons verhaal. Deze mogen jullie in de chat stellen en daar komen we op het einde bij terug. Nou, waar gaan we het dan vandaag over hebben? We beginnen met een stukje casuïstiekbespreking en vervolgens gaan we dieper in op het concept zelfeffectiviteit en aan het einde geven we praktische handvatten om die zelfeffectiviteit te boosten. Maar we gaan beginnen met een casuïstiekbespreking en dat gaan we doen aan de hand van de volgende casus. Ik lees hem voor jullie voor. Amira en Ahmed zijn al bijna 20 jaar getrouwd. Ze wonen samen met hun twee dochters in een fijne wijk in Nijmegen. Het gezin bestaat naast Amira en Ahmed uit Mariam van 16 jaar en Salma van bijna 4 jaar. Amira en Ahmed komen uit Egypte en hun oudste dochter Mariam is daar ook geboren. Salma is in Nijmegen geboren. Ze gaan regelmatig op bezoek bij familie in Egypte. Moeder Amira en dochter Salma zijn vandaag bij jou op afspraak vanwege een standaard contactmoment. Vorige maand ben je getraind in gespreksvoering en het inschatten van het risico met betrekking tot VGV. Tijdens deze training heb je veel kunnen oefenen met gespreksvoering. Het was fijn dat de training samen werd gegeven met een sleutelpersoon. Je hebt haar veel vragen kunnen stellen en om tips kunnen vragen. Onderweg naar huis voelde je je geïnspireerd en vol kracht. Je had het gevoel, ja, dit gesprek gaat mij lukken, ik kan dit. In je afspraak met Amira en Salma bespreek je de dingen die je wilde bespreken. Na 15 minuten vertelt moeder Amira dat ze met kerst weer op bezoek gaan bij familie in Egypte. Zoals jullie zien, de casus staat ook op de slide. Zoals ik eerder al noemde, of en hoe je het gesprek over VGV voert, dat kan voor jullie allemaal verschillend zijn. Maar regelmatig krijgen wij dus te horen
dat het gesprek starten lastig is. Hoe is dat voor jou? Dus denk aan deze casus, aan het gesprek met Amira en Salma. En de vraag is eigenlijk, wat houdt jou of misschien wel een collega in zulke situaties wel eens tegen om het onderwerp meisjesbesnijdenis te bespreken? En om daar antwoord op te geven, mogen jullie naar de Menti gaan. Kan via de code, maar kan ook via QR. En daar kunnen jullie je antwoord invullen. En er zijn verschillende antwoordopties mogelijk. Dan gaan we naar de Menti. Ik zie de eerste antwoorden al binnenkomen. Als jullie een andere reden hebben, dan mag die in de volgende optie kun je deze invullen. Ja. Kijk, ik zie nu vooral veel antwoorden binnenkomen op het antwoord. Ik weet niet goed hoe ik het gesprek aan moet gaan of wat ik moet vragen. En daarnaast ook een aantal mensen, heel fijn om te lezen, er is eigenlijk nooit iets wat me tegenhoudt. Nou, mocht je een andere reden hebben, dan mag je deze hier invullen. Nog geen ervaring mee, zie ik binnenkomen. Nog andere redenen, tijdgebrek. Weinig kennis van de situatie, cultuur. Specifieke cultuur. Ja, de taalbarrière komt naar voren. Nou, dank voor jullie antwoorden. Ik zie eigenlijk verschillende dingen hierin naar voren komen. Ik zie verschillende dingen naar voren komen, onder andere geen ervaring mee, ook taalbarrière komt naar voren. Dan geef ik nu graag voor het volgende gedeelte het woord aan Annegien. Dankjewel, Jenna. Nou, we hebben het vandaag over manieren die je kunt inzetten om VGV voor jezelf of voor collega's bespreekbaarder te maken. Zoals Jane al vertelde, regelmatig krijgen we terug dat het onderwerp niet wordt besproken, ondanks dat veel professionals zijn getraind om dit te bespreken. Nou, je mag voelen dat je niet altijd invloed hebt op een bepaalde situatie of dat je niet de juiste persoon voelt altijd om het gesprek te voeren. Nou, een manier om daarop in te haken is om te kijken naar je zelfeffectiviteit of die van collega's. Maar wat is dat? Nou, zelfeffectiviteit is iemands geloof in eigen kunnen en vertrouwen hebben dat je iets kunt. Met andere woorden, het gevoel en vertrouwen hebben nou, dat je iets kunt. En dat is een belangrijke voorwaarde om nieuw gedrag in gang te zetten. Nou, ook te kunnen omgaan met obstakels of een negatieve ervaring. Een gesprek loopt niet helemaal zoals je had gewild. Maar ook om ja, succesvoller te worden in een taak. Nou, het concept werd door Albert Bandura in 1977 al gepubliceerd. Nou, je gevoel van kunnen wordt eigenlijk opgebouwd uit een aantal aspecten. We spreken vandaag er vier hiervan. Er zijn er meerdere, maar we focussen even op vier belangrijke aspecten daarvan. Dat is support, vaardigheden, vertrouwen en je identiteit. Nou, het eerste aspect is dus support. Support in deze zin betekent dat je mensen hebt die je stimuleren om het gesprek te voeren, maar ook helpen en ook beschermen voor als het nou ja, dreigt mis te gaan voor je gevoel. Nou, in de oefening met de casus zagen we dat al terug in de antwoordoptie. Ik kan niemand vragen om het gesprek voor te bereiden of om hulp te vragen als het misgaat. Nou, hoe meer sociale support je hebt, hoe hoger je gevoel van kunnen. En in een studie onder vrouwelijke psychiaters is dat ook nog eens heel specifiek aangetoond door onderzoeker Wang.
Zij toonde aan dat hoe meer support je hebt, maar ook gebruikt, je ook meer gevoel van kunnen ervaart. Ook liet zij zien dat jongeren en minder opgeleide psychiaters minder support hebben en gebruiken. En ook dat zij minder gevoel van kunnen ervaren. Nou, stel je voor, als het niet alleen voor psychiaters geldt, maar voor alle professionals, leren we vooral hieruit dat we moeten nadenken over hoe we beter support kunnen bieden als je dus minder ervaring hebt met gespreksvoering. En dat is niet alleen mentale support, maar ook praktische hulp. Nou, tweede aspect wat invloed heeft op je gevoel van kunnen is het hebben van vaardigheden. En het gaat over specifieke capaciteiten om iets te kunnen doen. In de oefening zagen we het al terug in de optie ik weet niet goed hoe ik het gesprek aan moet gaan of wat ik moet vragen, wat veel van jullie ook hadden aangetikt. Vaardigheden kun je krijgen door ervaring, heel specifiek trainen op situaties, maar ook door heel veel te oefenen, meters maken. Dan heb je het aspect vertrouwen. Vertrouwen is een gevoel dat je kunt slagen. En heel concreet is het een gevoel dat je iemand kan helpen om VGV te voorkomen of de juiste zorg te bieden als VGV heeft plaatsgevonden. In de oefening met de casus met Amira en Salma zagen we dat terug in de antwoordoptie. Ik heb niet het vertrouwen dat ik Amira en Salma help door het gesprek aan te gaan. Nou, als laatste aspect hebben we het over identiteit, ofwel zelfbeeld. Veel van de keuzes die we maken worden gestuurd door het beeld dat we hebben van onszelf en onze rol in bijvoorbeeld familie of in de samenleving of de rol die je hebt in je organisatie of in je team, collega's. Dat betekent dat we sommige dingen niet doen, ondanks dat we deze wel kunnen, maar omdat we onszelf niet als de juiste persoon hiervoor zien. Nou, je hebt meerdere identiteiten en vaak gedraag je in lijn met je sterkste identiteit. Ik heb een paar voorbeelden op de slide ook. Het kan zijn dat je je doortastend voelt, of ik ben een nieuwsgierig persoon, of ik ben een fixer. Welk probleem er ook is, ik fix het. Of ik ben heel zorgzaam. En nou ja, je kan dus meerdere eigenschappen, meerdere identiteiten in je hebben en in verschillende situaties wat sterker voelen dan de ander. Nou, in de oefening met de casus zagen we het ook terug in de optie ik vind mezelf niet de juiste persoon om het gesprek over meisjesbesnijdenis te voeren. Het kan zijn dat dat gevoel soms opkomt. Nou, een studie waar de rol van identiteit op gedrag heel mooi is aangetoond is een studie van Eline Meijer. Zij deed onderzoek onder mensen die roken. En zij toonde aan dat rokers zich meer een roker voelen en minder een stopper dan ex-rokers. Maar als mensen die roken zich meer zien als een niet-roker, dan helpt dit hen om te stoppen met roken. Ze doen veel vaker een stoppoging en ze zijn ook succesvoller in het stoppen met roken. Dus echt je voelen als een niet-roker helpt dus daadwerkelijk om een bepaalde moeilijke klus, het stoppen met roken, echt te gaan oppakken. Nou, de vraag die je hierbij jezelf kunt stellen is dus, voelt VGV bespreken als je rol? Ja. Dankjewel, Annegien. Nou, Annegien heeft dus inderdaad laten zien dat er onze zelfeffectiviteit en dat gevoel van kunnen eigenlijk uit verschillende aspecten bestaat. Maar je kunt je dus ook afvragen van wat kan ik nou concreet doen om die aspecten eigenlijk te boosten. En hierbij is het misschien goed om je antwoord wat je hebt gegeven en de casus voor ogen te houden. Omdat daarin eigenlijk heel erg naar voren komt welk aspect waar je, zeg maar aan welk aspect het ligt dat je het soms lastig vindt om het gesprek aan te gaan. Nou, er zijn verschillende manieren om die zelfeffectiviteit en die aspecten te boosten. Het zijn behapbare doelen, positieve bekrachtiging en sociale steun, skills en focus op je zelfbeeld en identiteit. Nou, en dan gaan we beginnen met de behapbare doelen. Om je gevoel van kunnen, dus die zelfeffectiviteit eigenlijk te boosten, helpt het om te werken met behapbare doelen en om kleine realistische stappen voor jezelf te zetten. Soms kan het gesprek over VGV als iets heel groots voelen. Maar juist door dat voor jezelf wat kleiner te maken en ook die doelen wat kleiner te maken, kun je alsnog dat gevoel van kunnen ervaren. En om je daar een beeld van te geven hoe dat er dan concreet uit kan zien als het gaat over VGV,
ben ik met Jasmijn in gesprek gegaan. En zij vertelt ons eigenlijk hoe je dat goed kunt doen. Hoi Jasmijn, leuk dat je er bent. Wil jij jezelf voorstellen? Ja, ik ben Jasmijn. Ik werk bij de GGD Regio Utrecht op de afdeling Seksuele Gezondheid. En ik ben daar aandachtsfunctionaris VGV. En daarnaast werk ik als verpleegkundige op de afdeling. Leuk, fijn dat je er bent. Wij hebben het vandaag natuurlijk over zelfeffectiviteit, dus eigenlijk het gevoel van kunnen als het gaat over het gesprek aangaan over VGV. En een manier om die zelfeffectiviteit te boosten is eigenlijk om voor jezelf wat kleinere stappen te nemen en wat meer behapbare doelen te stellen. Doe jij dat ook wel eens? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En ik doe dit werk nu een aantal jaar ook rondom VGV. En ik merk dat er die doelen soms juist een beetje probeer bij te stellen. En dat het soms al voor jezelf denk ik heel erg helpend kan zijn dat het al je doel bereikt is als je een setting hebt weten te creëren waarin je het onderwerp eigenlijk gewoon een keertje hebt besproken. En er gewoon eens over hebt gesproken. Ja, een losse manier met wederzijds vertrouwen en dat eigenlijk al een doel op zich is als je het hebt kunnen bespreken met iemand, denk ik. Ja, en waarom helpt jou dat als professional zijnde ook? Nou, omdat ik de eerste keren dat ik ook met een vrouw sprak of dat een vrouw werd doorverwezen, kon ik ook best wel denken, oh, er kan zoveel spelen. Ik moet misschien lichamelijke klachten die spelen, psychische klachten op seksueel gebied. Moet ik daar dan allemaal iets van vinden? Moet ik daar allemaal oplossingen voor aandragen? Moet ik van alles gaan regelen nu voor deze vrouw? En dat ik bij die eerste gesprekken eigenlijk merkte van, hey, ik zie dat er bij die vrouw al een soort rust komt, of dat het al eigenlijk volgens mij hartstikke fijn is dat je er gewoon eens over hebt gesproken. Dus het gewoon het normaliseren. Ja. Dat je het bespreekt, dat is al enorm waardevol. En ik denk als je dat elke keer in je achterhoofd houdt, dat doe ik ook nog steeds. Dat ik denk, oh ja, ik hoef het niet allemaal in één keer op te lossen. Dat kan ook niet. Ja, mooi voorbeeld. En dat die behoefte dus van een vrouw ook op een hele andere plek kan liggen dan inderdaad dat jij met alle goede intenties het heel erg op wil gaan lossen. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en die kleine, kleinere stappen, behapbare doelen, doe je dat nog op andere manieren als het gaat over het bespreekbaar maken van VGV? Nou, dat, zeker. Ik spreek vrouwen één op één, maar ik geef ook de laatste tijd weer wat meer voorlichtingen op de AZC's. En dan ook aan groepen vrouwen. En dat zijn ook soms groepen vrouwen die geboren zijn in landen met echt een hoge prevalentie, zoals Somalië. Hoge prevalentie van besnijdenis. En dat is eigenlijk wel weer een hele andere manier van het onderwerp bespreekbaar maken. Maar nou ja, ook juist wel heel erg mooi, omdat je doordat er een groep is, dat je ook soms een doel hebt dat je het al normaliseert. Dat je ook in groepsverband misschien mensen laat merken van, hey, ik ben eigenlijk misschien niet alleen hierin. Ik zit nu eigenlijk in een ruimte met misschien wel meerdere vrouwen die besneden zijn. En ik denk dat dat soms ook al helpend kan zijn. En wat ik daar ook wel mooi bij vind, is dat ik daar maak ik ook gebruik van de prevalentiekaart van Pharos. En dan open ik die en dan laat ik ook de wereldkaart zien. En dan zeg ik, nou ja, er zijn in Nederland vrouwen wonend uit de hele wereld door migratie. En dan laat ik die, oh ja, en kennen jullie dit land? En dan zie je ook echt van, oh, huh, oké, okay, in Guinea ook zoveel. Oh ja, maar in, zeg ik, ja, en waar jij bent geboren, waar jullie zijn geboren ook. Dus dat, je ziet al vaak als je dat laat zien, dat er al een soort van, nou ja, een soort van rust door de zaal gaat van, oh, oké. Okay. Het is eigenlijk in heel veel landen gebeurt dat dus. Ik ben dus eigenlijk helemaal niet alleen. En misschien die vrouw hier verderop in de gang, oh, die is misschien eigenlijk ook wel besneden. Ja. Dus ik geloof dat dat al heel, steunend kan zijn. Ja, mooi. Ja. En ook weer vanuit dat doel van misschien hoef ik niet meteen alles te bespreken en alles op te lossen, maar laten we eens beginnen met dat te normaliseren. Ja. Om in ieder geval het ook, dat ik het in ieder geval op een manier bespreekbaar heb gemaakt. Ja. Ja. Mooi. Dat is denk ik natuurlijk met heel veel onderwerpen rondom seksuele gezondheid, dat het natuurlijk ook een heel privé persoonlijk onderwerp is of zo. Ja. En dat je ook niet kan verwachten, helemaal niet in een groep, dat iemand gelijk naar voren treedt en zegt, nou,
nu je het er eens over hebt, die en die problemen ervaar ik. Dus dat, ja. dat hoeft ja. ook helemaal niet. Maar gewoon, nou ja, dat je weet dat het nou ja, voor jou normaal is en de situatie zo is. Dat is denk ja. ik belangrijk. Ja, nou mooie voorbeelden ook hoe je nou er concreet voor kan zorgen om die doelen en die stappen wat kleiner te maken. Ook om je gevoel eigenlijk van zelfeffectiviteit te boosten. Ja. Dankjewel voor je gesprek. Dankjewel. Leuk. Jasmijn heeft ons dus eigenlijk laten zien hoe je de doelen wat kleiner kunt maken voor jezelf. En ook ervoor te zorgen dat ze dan behapbaar zijn. Oh, ik zie. Ja. Een tweede manier om je zelfeffectiviteit te boosten, dus het gevoel van kunnen, is door positieve bekrachtiging en sociale steun. Positieve bekrachtiging betekent dat je eigenlijk benadrukt wat juist goed gaat en wat iemand wel kan. En sociale steun, daar heeft Annegien het ook al even over gehad, dat je het gevoel hebt dat je mensen om je heen hebt die je kunnen stimuleren, helpen en beschermen. En daarnaast gaat het eigenlijk ook om het krijgen van op maat advies. En wat bedoelen we daar nou mee? In een studie van Eline Smit heeft zij dit laten zien. Ze ontwikkelde een e-learning, een programma om praktijkverpleegkundigen te stimuleren om het protocol om patiënten te adviseren eigenlijk bij stoppen met roken wat vaker te gaan naleven. En in deze e-learning kreeg je echt op maat advies, kennis en feedback. Het programma zorgde ervoor dat de verpleegkundigen die minder zelfeffectiviteit hadden bij het op maat advies, juist vaker het protocol gingen gebruiken. Dus dat laat eigenlijk zien dat het helpt om op maat advies en feedback te krijgen. Nou, die sociale steun en positieve bekrachtiging, hoe dat er in de praktijk uit kan zien, dat wil ik graag in een gesprek met Martine aan jullie laten zien. Hoi Martine, fijn dat je er bent vandaag. Zou jij jezelf voor willen stellen? Ja, dank je Jenna. Ja, ik vind het ook heel fijn om erbij te zijn. Ik ben collega van jou bij PAROS als projectleider en adviseur op het Focal Point Meisjesbestijnis. En daarnaast ben ik ook nog steeds 2 dagen werkzaam voor GGD IJsland. En daar ben ik een van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling huiselijk geweld. Maar ook vooral op het gebied van meisjesbestijnis en dan het bespreekbaar maken daarvan. Ja, nou fijn dat je er bent nogmaals. Hey, we hebben het vandaag inderdaad over zelfeffectiviteit en een manier om die te boosten is ook om sociale steun op te zoeken. Kun jij vertellen op welke manier jij als aandachtsfunctionaris sociale steun kunt geven? Ja, ik denk dat wat Jasmijn, Annegien en jij ook al in het voorgaande vertelden, dat het heel belangrijk is dat je je aandachtsfunctionaris kent en dat je weet dat je die om advies mag vragen. Organisaties als GGD Veilig Thuis hebben een aandachtsfunctionaris en werken vanuit de meldcode. En we kijken ook naar die stappen van de meldcode. En is het iets, als je het gesprek wil normaliseren en je denkt van oh, ik vind het zo moeilijk of ik heb dit nog nooit gedaan, voel je uitgenodigd om met je collega's in gesprek te gaan. Om te wegen van, hey, welk gesprek is dit? Is dit een gesprek, gaat het over iemand die op vakantie gaat, zoals in de casus? Moet ik daar binnenkort wat mee? Of is het een eerste gesprek? Moet ik meer letten op kennismaking en dat wij samen een aantal jaren op gaan trekken? En vooral dan dat bespreekbaar maken op maat. Dus zeggen van, hey, dit is de casus of dit is het gezin die ik voor me heb. Het komt uit deze omgeving en het gesprek is nog niet eerder gevoerd. Of de gesprekken zijn al wel gevoerd en moet ik dat nu nogmaals doen. Dus zeker dat op maat, dat kan heel erg steunend zijn. En wat we ook wel merken is dat sommige professionals zich toch afvragen, ben ik het wel die dat moet bespreken? Is het wel zo? Is het al zo nodig dat ik dat doe? Zijn daar niet iemand anders voor?
Ja. En als aandachtsfunctionaris, op welke manier kun je hen dan de steun bieden die je graag wil bieden? Allereerst geeft VAROS één keer per jaar een scholing voor aandachtsfunctionarissen. Dus het is voor aandachtsfunctionarissen ook van belang dat je de kennis hebt die je door kan geven en dat dat ook up-to-date is. Dus allen van harte welkom daarvoor. Hè. Daar gaan we ook weer uitnodigingen voor versturen. Ik denk dat het heel fijn is als je als professionals mag weten dat je een casus voor kan leggen. Dat je kan bespreken van hey, welke stap, waar ben ik? Maar ook dat je de aandachtsfunctionaris bijvoorbeeld vraagt: mag ik samen met jou dit gesprek voorbereiden? Het Ja. is dan en dan. Of mag ik ook met jou oefenen? Wat is nu de eerste vraag? Hoe kan ik het makkelijkst starten? Hoe maak ik kennis? Want hey, ik zag ook in de chat dat mensen zeiden: ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed deze cultuur waar de mensen vandaan komen. Nou, het open en oprecht nieuwsgierig kennis maken, dat is eigenlijk al een hele fijne start om van daaruit het gesprek in te gaan. Ja. En vanuit belangstelling ook te vragen van hey, heb je wel eens gesproken over de traditie meisjes of snijders? En ik ben het helemaal met Jasmijn eens. Je kan het pas normaliseren als je het echt op je taak ziet om het bespreekbaar te maken. Ja, dus als het gaat echt over die steun waar we het ook over hebben, dan bied je aan om samen voor te bereiden en samen te oefenen. Hoe ervaren jouw collega's die steun? Ervaren ze dat als steun? Nou, eigenlijk sluiten wij. Ik heb nog drie andere collega's, aandachtsfunctionarissen. Eigenlijk sluiten wij het gesprek wel af met de vraag van: joh, heb ik je zo geholpen? En vind je het fijn dat we nog eventjes terugkoppelen als het gesprek is geweest? En dat gebeurt ook niet bij iedereen, maar het gebeurt wel dat mensen dan nog even bellen en zeggen van: nou, dit en dit, zo is het gegaan. Moet ik nu nog een volgend gesprek? Of dat we ook echt nog even feedback geven aan elkaar. Of ook wel eens dat ze zeggen van: nou ja, dit gesprek was met moeder al wel 12 keer gevoerd. Ik had niet het idee dat ik daar nog zoveel aan bijdroeg. Maar het is voor mij wel duidelijk dat moeder weet, hè, wat het beleid in Nederland is. En dat als ze op vakantie gaat, dat ze haar kind moet beschermen. En dat we de verklaring mee kunnen geven. Dus eigenlijk nog even nalopen van hoe zit het ook weer met de stapjes, hè, de 5 stappen van de meldcode goed in kaart. Wat is mijn rol? Wat kan ik doen ter voorkoming? Maar ook zeker, hè, als moeder besneden is de toegeleiding naar goede zorg in Nederland. Ja. Dus je voorziet eigenlijk van steun zowel op sociaal vlak, maar ook een stukje kennis als aandachtsfunctionaris die je met hen kan delen. En daarbij zijn er, ja, er zijn aandachtsfunctionarissen hebben ook de taak om binnen de organisatie de kennis te delen, hè? Dus stel, er is weer een nieuw boekje uit, dan wordt dat ook vanuit VAROS of vanuit GVD Goor, vanuit EFSAM naar de desbetreffende professionals gestuurd. En die delen dat ook weer met de achterban. Dus dat is belangrijk om die kennis up-to-date te houden. Ja. Maar nou ja, wat het op maat, dat is eigenlijk het fijnst. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat je op deze manier een heel concreet beeld ook hebt geschetst van hoe die steun er nou in de praktijk uit kan zien. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Nou, misschien kan het bij jullie ook wel verschillen of jullie samenwerken met een aandachtsfunctionaris, wie dat dan is, hoe dat eruit ziet. Dus eigenlijk om te kijken naar jullie persoonlijke situaties als het gaat over sociale steun, wil ik jullie graag de volgende vragen stellen. Als je nou voor jezelf zou moeten kijken, ik vind het lastig om VGV te bespreken, wanneer? En welke support wil jij dan vragen? Of misschien gaat het wat minder over jezelf, maar zie je het bijvoorbeeld bij andere collega's, dan wil ik je graag de vraag stellen. Ik zie dat collega's het lastig vinden om VGV te bespreken wanneer, puntje, puntje, puntje. En welke support of steun zou jij dan kunnen geven? Dus kijk even rustig naar deze vraag en schrijf het antwoord voor jezelf dan even op. Neem daar een paar minuutjes voor.
Goed, ik ben ook wel benieuwd naar jullie vormen van support die je wil vragen of misschien die je wil geven. Is er iemand van jullie die dat zou willen delen? En steek dan even een handje op, dat kan via de reacties. Even kijken, ik zie. Zijn er al handjes binnengekomen? En als dat zo is, dan mag je je antwoord gewoon delen en beginnen met praten. Horen jullie mij? Ja. Ja, we zitten op een telefoon, dus het is een beetje moeilijk om ons te zien. Nee, onze vraag was, wij durven het zo wel te stellen, zeg maar. Maar eigenlijk meer als de ouders kinderen hebben. Van, ik vergeet het gewoon eigenlijk om te vragen of, of ze eigenlijk dat zouden, zouden willen gaan besnijden. Het dochtertje of de zoon. Dat, hè, met de zoon is het vaker wel dat het automatisch gevraagd wordt, maar met de dochter eigenlijk meer niet. Okay. Dus dat is eigenlijk meer van wanneer ga ik het vragen? Het komt gewoon niet in me op eigenlijk, sorry. Nee, en is dat dan een manier waarop je support wil vragen of is dat meer een losstaande vraag? Nou, een losstaande vraag eigenlijk ook support. Wanneer, want wij werken hier op het GZA, van het AZC, ja, op de huisartsenpost. Wanneer stel je de vraag? Of ligt dat toch meer bij de jeugd, gezondheidszorg, GGZ? Wanneer, als wij als verpleegkundige op het GZA, wanneer zouden we die vraag moeten gaan stellen? Dat is mijn eigenlijk meer van zo. Vraag. Zo. Ja, goeie duidelijk? Vraag. Ja, zeker. Ja, Martine, wil jij daar misschien een reactie op geven? Dat wil ik. In het verleden was er bij het GZA bij de intake een vraag aan vrouwen die uit een land komen waar meisjesbesnijdenis de traditie is. Vindt u het goed dat we dat met u bespreken? En dat was met name om die goede toegeleiding van zorg te waarborgen. En ja, kom veel vrouwen tegen, zoals Jasmijn ook zei, in groepen als we spreken over meisjesbesnijdenis. Vrouwen vinden het heel fijn als de vraag komt, omdat het bespreken van meisjesbesnijdenis een taboe is en ze zelf niet zullen komen met het onderwerp. Dus het is zeker op het AZC al bij binnenkomst in Nederland een hele belangrijke vraag, hè, over als je het hebt over normaliseren. Ik zie dat u uit een land komt waar meisjesbesnijdenis een traditie is. Vindt u het goed dat wij daar eens samen over praten? En de volgende vraag kan dan zijn, hoe is dat voor u? Bent u besneden? En vindt u het goed dat we daar het gesprek over hebben? Dus heel belangrijk om dat juist op het AZC te doen. Ja, mooi. En hopelijk is dit antwoord op je vraag. Goed. Ja, deels. Deels is dat het antwoord op mijn vraag. Omdat namelijk bij ons komen ze, hebben wij niet altijd de intake. Ja, dus ze komen van verschillende locaties, kunnen ze hier naartoe komen. En dan is het voor mij eigenlijk van dat het dan vaak vergeten gaat om het te vragen. Zo moet ik het eigenlijk stellen. Ik werk niet in, zeg maar, een Ter Apel of een Budel. Dus die intakes zijn al gedaan. En dat is het eigenlijk, als ze dan hier komen, dan zijn ze hier al een tijdje langer. En dan is het, wanneer ga je dan die vraag stellen? Mag ik daar nog iets over? Over zeggen? Ja. Ja, ik dacht dat ik weer mute stond. Want ik zal nog eventjes aansluiten, binnen de jeugdgezondheidszorg is het eigenlijk een taak, hè, van in de eerste gesprekken om dat gesprek aan te gaan en ook telkens weer een terugkerend onderwerp van gesprek. En dat zou bij de GZA op die manier ook mogen. Hè? Ja, om het dus als een taak te zien. En te kijken in de registratie of het al besproken is, ja of nee. En als daar geen plek voor is om te registreren, is dat echt iets om dat aan te kaarten met het beleid, om daar wel een plek voor te vragen. Want juist binnen de AZC kan je de toon zetten van, hé, ik ben jouw gesprekspartner, je mag mij om hulp vragen als je
frequente blaasontstekingen hebt. Of als er signalen zijn waarvan je zegt van hé, dit is belangrijk om dat aan te kaarten. Ja, dankjewel. Nee, dan zullen we dat terugkoppelen met de GGZ, want dan doen we niet twee keer dezelfde vraag stellen. Zo bedoel ik het eigenlijk ook. Ja, oké. Kijk, en dan zie ik nog een hand van Jon. Ja, Jon. Ik ben van de GGZ, dus bij ons staat het in de richtlijnen dat we ernaar vragen. Krijgen ook een seintje als iemand geboren is in een land waar risico is. En, maar desalniettemin is het vaak genoeg moeilijk, met name als je met een vertaal-app zit te hannissen. Dan is de situatie daar haast niet naar. Soms heb je ook zoiets van, of dan over mij gelden voor de verpleegkundige, van met vader erbij en moeder erbij, is het soms op de een of andere manier alsof het not dan is om over vrouwelijke geslachtsorganen te praten als er een man en een vrouw samen in een kamer zijn. Misschien is dat zoiets wat ik alleen maar denk, hè? Maar wat het toch wat een rem kan zetten op dat gesprek. Als je een moeder alleen hebt, is het een stuk makkelijker. Maar ja, de vraag is, hoe noem je het ook? Hè? Als je al een beetje Engels haspelt. En, nou ja, soms gaat het dan toch verbazend makkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik nu net zit te realiseren van de moeder laat ik eigenlijk een beetje buiten beschouwing. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk ook een, zou je kunnen zeggen, die misschien ook wel een advies kan gebruiken in dit geval. Maar hoe dan ook, wij proberen uit alle macht om het te vragen. Niet in alle momenten dat we het zouden moeten doen. Dat moet er echt nog ingepeperd worden bij ons. En, maar ja, we hebben altijd weer een volgend contactmoment. Hè? Dus de volgende kan het altijd weer oppakken en er weer op terugkomen. Ja. En dan hebben wij een aantal vragen in de contactmomenten staan waarvan ik denk, ja inderdaad, hoe kijkt je familie er tegenaan? En denk ik van, hoe kan ik de vraag alleen al formuleren als ik moeite heb met de taal en het vertalen? Dan ben ik al blij als ik de mening van de ouders heb en zeg, oh nee, helemaal niet meer, dat is niet modern en het mag ook niet meer. En dan weet ik ook niet of ik de antwoorden op waarde moet geloven eigenlijk. Dat mag ik maar even eraan toevoegen. Ja, goede toevoeging. Ja, dankjewel. Mag ik daarop reageren? Ja. Want Jon, ik vind het wel bijzonder dat je zegt, ik moet met een vertaal-app werken. Mag je jezelf ook een tolk gunnen in deze? Ja, natuurlijk, maar soms zie je het pas vlak van tevoren. Mijn ervaringen met tolken zijn helemaal niet zo positief dat ze altijd beschikbaar zijn. Ik heb 20 minuten en als ik daar van een kwartier in de wacht sta bij de tolkentelefoon, dan denk ik ook van hoe gaan we dit op een andere manier oplossen. Ja. Dus ik moet zeggen, die tolk die komt er niet zo vaak van als dat eigenlijk zou moeten. Ik zou wel echt willen noemen dat het onze taak is en dat meisjesbesnijdenis onder de meldcode kindermishandeling huiselijk geweld. Dus hè, ik zeg altijd maar in de trainingen, stel je voor je ziet een baby met een blauwe plek, dan gaat het gelijk de alarm bellen. Eigenlijk mag je zo kijken naar gezinnen die komen uit een land waar meisjesbesnijdenis een traditie is. Hè, dus het is onze taak om dat te benoemen. En ik snap de 20 minuten, ik ben zelf jeugdverpleegkundige geweest in het verleden, ik snap de tijd, maar dan maak alsjeblieft een vervolgafspraak. En schakel een tolk in. En ik zag net ook in de reactie van mensen, joh, soms zijn er tolken die dat niet willen tolken. Je kan bij het tolkcentrum altijd een tolk aanvragen die gewend is om over meisjesbesnijdenis te praten. Of over seksualiteit. En we werken natuurlijk samen met EFSAN. En EFSAN traint sleutelpersonen die getraind zijn om dit te bespreken. Dus als professional kan je een sleutelpersoon uit het land waar het meisje vandaan komt in zetten, vragen om die bij het gesprek te zijn. Dan heb je een voorgesprek, het gesprek zelf en een nagesprek, zodat je weet dat je samen dezelfde kant op kijkt. En ik, ja, weet je, dat vind ik ook steunend als professional, dat je jezelf die steun gunt. Dat je het ongemak bij jezelf weghaalt. Hè, want de vraag over de familierelatie is een hele belangrijke, omdat je soms niet kan achterhalen of het aan moeder is om te besluiten dat haar dochter wel of niet besneden wordt, of dat dat moeder van vader is. En je hebt helemaal gelijk waarin je zegt, ik kom, vader en moeder zitten voor mijn neus,
ja, dan lukt het me bijna niet om te bespreken, ook maar niet doen. Want dan krijg je de sociaal wenselijke antwoorden, dat is niet wat je wenst. Ja, dus ouders apart, vrouwen, mannen apart. En de zorg voor vrouwen die besneden is eigenlijk de beste preventie. Dus zodra moeder hoort dat de klachten die ze heeft niet zijn door vrouw zijn, wat zij altijd heeft geloofd, maar dat het ontstaan is doordat ze besneden is, zijn er heel vaak van die ja-hè momenten waarop ze zeggen, oh, maar dan wil ik dat mijn dochter niet besneden wordt. Ik sta van binnenuit, vanuit mijn motivatie achter dat ik dat niet wil. Dus dit zijn allemaal kleine stukjes die helpend kunnen zijn voor jou als professional om te denken, hé, het is wel echt mijn taak om dit te bespreken. Ja. Ja. Mooie toevoeging en inderdaad ook nog het stukje steun wat ook sleutelpersonen kunnen bieden. Dus dank daarvoor. We gaan door naar het volgende onderdeel en dat zit hem namelijk op skills. Aan het begin tijdens de casus kwam eigenlijk vooral naar voren in de antwoorden die jullie gaven dat je nog niet altijd het gevoel hebt dat je precies weet hoe het gesprek aan te gaan of wat je moet vragen. Nou, zeker dan is het goed om echt in te gaan zetten op die skills om het gevoel van zelfeffectiviteit te boosten. Nou, en hoe kun je dat nou doen? Trainingen volgen. Heel specifiek trainingen die inzetten op interculturele communicatie in gesprek over meisjesbesnijdenis of taboegevoelige onderwerpen. Wij bieden die aan ook vanuit VAROS op aanvraag. Maar naast die trainingen kan het ook helpen om een e-learning bijvoorbeeld te doen. Zo bieden wij ook een e-learning in gesprek over meisjesbesnijdenis aan op ons leerplatform. En zeker e-learnings waarin mogelijkheden zijn om echt te oefenen, dan zet je op een hele goede manier in op die skills. En verder gaat het ook vooral om veel vlieguren maken, veel oefenen. Dus misschien met collega's, wat Martine ook aangaf, voorbereiden en oefenen met een aandachtsfunctionaris. Eigenlijk alles om die skills te boosten. En dan een laatste manier is identiteit. En daarvoor geef ik weer graag het woord aan Annegien. Dank je, Jana. We hebben het gehad over identiteit en zelfbeeld en hoe dat onderdeel is van voelen of je het kan. Nou, nadenken over je identiteit in relatie tot het bespreken van VGV kan je helpen om het nog meer te voelen dat je het kan. Er zijn drie manieren waardoor je identiteit kan veranderen of de juiste meer kan voelen of meer kan versterken. Nou, de eerste is, je voelt een conflict. Dat betekent vaak dat je doet iets wel of niet, maar dat past niet goed bij wat je belangrijk vindt of wie je wil zijn. Eén van die twee moet veranderen om het in lijn te brengen. Als voorbeeld, ik bespreek een onderwerp niet altijd en aan de andere kant voel je, ik ben iemand die doortastend is. Mogelijk kan het als een conflict voor je voelen en dat het niet helemaal klopt voor je en daar wil je dan verandering in. Dus dat is één manier. De tweede manier is dat je normen en waarden van je sociale omgeving overneemt. Dat zagen we ook in diezelfde studie over roken, die ik aan het begin toelichtte. Mensen die roken zien zichzelf meer als een niet-roker zodra ze in een sociale omgeving zitten die het normaal vindt dat je niet rookt. Nou, het kan ook zijn dat je normen en waarden van je collega's overneemt en dat je jezelf anders gaat zien. Dat is nummer twee. En nummer drie is, je voelt de directe voordelen van het bespreken van VGV bijvoorbeeld. Je weet de directe voordelen, maar je ervaart ze ook. Nou, we gaan hier een korte oefening over doen. Die oefening heeft twee delen. Dus ik wil je weer vragen om pen en papier er weer bij te pakken. Of je notebook. Ik begin met de eerste deel van deze oefening. Denk weer even terug aan die casus van het begin waar Jana mee startte van Amira en Salma. En schrijf voor jezelf de drie belangrijkste voordelen op die er zijn als je VGV wel bespreekt. Daar wil ik je even één minuutje voor geven. Probeer op te schrijven wat zijn de drie belangrijkste voordelen voor jou als je VGV wel bespreekt.
dat was deel 1. Ik hoop dat jullie allemaal in ieder geval 1, 2 of 3 voordelen voor jezelf konden opschrijven. Dan gaan we naar deel 2. Ik wil jullie vragen of jullie voor jezelf willen bedenken wie je bent. Wie je bent op dit moment. Misschien ben je iemand die eerlijk is naar de ander, eerlijk is naar zichzelf. Misschien ben je iemand die van vrijheid houdt, autonomie in keuzes die je maakt. Misschien ben je iemand die liefde geeft aan de mensen die je tegenkomt. Denk niet aan de versie van jezelf in je dromen, waar je van droomt, maar vooral naar hoe je nu naar jezelf kijkt. Nou, de vraag die ik voor jullie heb is, hoe past het bespreken van GGV bij wie je nu bent? En dan weet ik, sommige mensen denken vaak in, of graag in eigen voorbeelden. Anderen denken meer in associaties. Op de slide heb ik allerlei plaatjes. Dus ik wil je vragen, vooral degene die wat meer denken in beeld, om te kijken naar de plaatjes. En voor jezelf de vraag te beantwoorden, hoe past het bespreken van VGV bij wie jij bent? Geef ik je weer even 1 minuutje voor om deze oefening te doen. Een minuutje is er voorbij. Wie zou even kort willen vertellen wat je bij jezelf hebt ontdekt en welke eigenschap, hoe zie je jezelf in relatie tot deze vraag? Hoe past het bespreken van VGV bij jou? Mogen jullie weer gebruik maken van het handje opsteken bij reacties? Wie zou daar iets over willen delen met de groep? Je mag unmuten als je graag het wilt delen. Ik zie Saskia. Ja, hallo. Ja. Hoi. Saskia Vader hier, jeugdarts, aandachtsfunctionaris VGV. En naast mij zit mijn co-assistent, gaststudent, met wie ik samenwerk, Milena. En wij hadden samen, dus we hebben allebei iets opgeschreven. Want de vraag is om het te delen, wat we hebben opgeschreven. Ook van allebei de vragen. Ja, hoe past het bespreken van VGV bij wie je bent? En wat viel je bij jezelf op bij het doen van deze oefening? Oh, ja. Wil jij eerst zeggen? Ja, ja. Milena zal ook zeggen. Want zijn allebei anders, staan we er misschien in of misschien wel niet. Ja, leuk. Ja. Ik had het gevoel dat meerdere plaatjes eigenlijk bij mij zouden kunnen passen. Een combinatie. Maar ik denk dat het plaatje dat meest van toepassing is. En voor dit onderwerp zou voor mij het plaatje met de handen zijn. Ja. Rechts onderaan op het scherm. Ja, ja, mooi. En kan je daar wat meer over vertellen? Waarom koos je deze? Ik denk dat het belangrijk is om een luisterend oor aan te bieden. En ook vooral luisteren en daar niet zozeer in eerste instantie je oordeel daarover geven. En ik vind dat plaatje in... gewoon visueel representeert. Dus dat... Dus als ik het goed uitleg... jij bent iemand die het luisterend oor is. Ja, dat probeer ik... sowieso probeer ik ook te zijn. Ja. Ja. Mooi, dankjewel voor het delen. Ja. Ik kan ook nog wat die van mij zeggen. Ik had... hoe zie je jezelf? Dat ik probeer mensen de mogelijkheid... te bieden tot zorg en nazorg, door ze voldoende informatie te geven en ook inderdaad om goed naar ze te luisteren. En ik vind ook dat stukje op maat, wat Martine net ook noemde, vind ik daarin, helpt mij altijd enorm. Ja. En, de plaatjes is een beetje een combi van die handen inderdaad, maar ook die mensen op een rijtje. En helemaal linksonder dat je iemand de hand geeft. Dus
En het oog was voor mij ook een hele mooie, omdat je de ander ziet. Ja, denk ik dat daarmee misschien bedoeld wordt. Dus ja, dat je op een bepaalde manier alles bij elkaar, ja, cultuursensitief werkend is het nieuwe mooie term, denk ik. Allesomvattend. Ja. Dus, zo zou ik het willen. Ja. Ja. Dus je had eigenlijk een aantal plaatjes. Ja, we hadden het bij jou ook, het is niet één plaatje. Nee, er zijn er ook een aantal die het echt niet zijn. Omdat, dat, zoals die kikker, snap ik niet. Maar misschien iemand anders wel. Ja, 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 zo werken associaties. Ja. Ja. Dankjewel voor delen. Ja. Nou, dit was het stukje identiteit. En ik, nou, dat is een van de manieren om het nog meer te voelen dat je de juiste persoon bent en kan zijn rondom dit onderwerp. Wil ik graag het woord weer teruggeven aan Gina. Dankjewel. En mooi om te zien inderdaad dat er ook verschillende aspecten van je identiteit hier bij kunnen komen. Even kijken, we gaan alweer richting het einde. Dus ik ben benieuwd of er al vragen in de chat binnen zijn gekomen. Volgens mij ben je nog gemute, Martine. Nee, moet niet kwalen. Er zijn een aantal vragen in de chat. En de eerste gaat eigenlijk over... vraagt iemand die zegt... Ik heb eigenlijk wel ondersteuning gevraagd bij Pharos... maar ik heb niet echt antwoord gekregen. Terwijl we net natuurlijk vertelden hoe belangrijk het is... om als moeders goede zorg krijgen... en kennis en bewustzijn dat niet iedereen besneden is... dat dat eigenlijk wel een heel goed preventiemiddel is... Het voorkomen van het besnijden van hun dochters. Ja, ik moedig je aan om gewoon nog even contact op te nemen met Jane of mij, want we weten zeker de weg. Hè, er zijn nazorgspreekuren op 9 locaties in Nederland waar je mensen naartoe kan verwijzen. En van daaruit wordt weer hulp gezocht naar verdere specialismen. Dus stuur Jane of mij een mailtje en dan nemen we even contact met je op. Ja, zeker weten. Ja, zijn er nog andere vragen binnengekomen, Martina? Ja, de vraag voor accreditatie, maar misschien weet jij dat beter zelf, Jena. De vraag voor accreditatie van de e-learning. Ja. Waar die is te vinden? Accreditatie. Ja, nee. We zijn op het moment bezig met het vernieuwen van de e-learnings en die accreditatie, daar zijn we ook nog mee bezig. Dus die komt eraan. En als dat zover is, dan ja, worden de e-learnings gewoon weer op het leerplatform van Pharos aangeboden. Waar ook allerlei andere e-learnings nog te vinden zijn. Dus ook wat breder over cultuursensitief werken. Maar ook zeer specifiek over in gesprek over meisjesbesnijdenis. Dus die komt eraan. Maar als je nu de accreditatie nog zou willen, voordat als je hem gedaan hebt, lukt dat dan op dat moment? Ja. Ja. Is dat dan antwoord, Esther, zo voor jou? En dan is er nog een vraag van Carina. Ze zegt, nou eigenlijk is het helemaal niet mogelijk om een tolk aan te vragen. Nee, als je het online doet. Ik werk zelf natuurlijk ook bij de PGA met Accolat. Ik bel ze gewoon. En ik mopper heel vaak dat ik geen tolk aan kan vragen online. Want ik heb een specifieke tolk nodig. Waar het gaat over sensitieve onderwerpen. Niet alleen meisjes zijn, maar ook andere. Hè, opvoeden in twee culturen. Andere onderwerpen waar je wel... toch graag een vrouwelijke tolk bij wil hebben. Of iemand die daar speciaal, als het over GGZ-problematiek gaat, zijn er ook tolken die getraind zijn of dat. Dus ik denk dat Accolat mij wel kent als een mopperaar. Dus ik hoop dat ze dat binnenkort een keertje aanpassen. Oké. Dat waren de vragen voor nu? Nou, er staan er opeens een heleboel in. Oh, oké. Nou, dan doen we daar in ieder geval nog eentje. En anders dan kan de rest ook nog altijd via de mail. Ja, de vraag of de PowerPoint eigenlijk terug te vinden is en te ontvangen. Ja, zeker. En dan geeft Annemie een tip. Van maak gebruik van een ander tolkencentrum. Ja, dat is soms niet altijd mogelijk. Hè? Binnen de AZC's moeten we gebruik maken van Accolat. Dus van hogerhand besloten. Een Global Talk is voor ons... In de gemeente mogen wij gebruik maken van Global Talk. Dus die beperkingen hebben we, denk ik. Ja. Inhoudelijk zie ik verder geen vragen meer. Oké. Nou, dan gaan we richting de afronding. Mocht er dan nou in de komende tijd alsnog
vragen bij jullie opkomen, weet ons dan vooral ook via de mail te vinden. Die ga ik zo meteen nog even delen. Ik had nog één opmerking, als het mag. Jazeker. Wij mogen wel van onze werkgever een ander uitwijken naar een ander tolkencentrum. Dat is namelijk Global Talk. Dus misschien dat dat voor de JGZ ook zou mogen in de toekomst. Dat ze ook met twee tolkencentra zaken gaan doen. Geweldig, goed te horen. Goed. Dankjewel voor deze toevoeging nog. Ja, alsjeblieft. Nou, we zijn dus richting het einde gekomen van vandaag. Dank voor jullie vragen en voor jullie deelname. Het was een iets ander webinar dan normaal gesproken, iets interactiever, maar hopelijk vinden jullie dat, hebben jullie daarvan genoten. Ik zou jullie graag willen vragen om heel even een minuutje de tijd te nemen om de evaluatie in te vullen. Deze wordt ook gedeeld in de chat, waarbij we verschillende vragen even stellen ter evaluatie. En mochten er dan nou voor volgend jaar, want wij gaan volgend jaar verder met de webinarreeks, nieuwe onderwerpen zijn waar je graag meer over wilt horen, geef dat dan vooral ook aan in de evaluatie, want daar is ruimte voor. Nou, ik zei het net al, mochten er dan nou nog vragen zijn in de komende tijd, stuur dan gerust even een mailtje en dan nemen wij zo snel mogelijk contact op. En dan wil ik voor nu in ieder geval heel erg bedanken. Allereerst Martina en Annegien voor jullie bijdrage aan het webinar. En ook alle deelnemers, dank voor het kijken maar weer. En dan zien we jullie graag volgend jaar weer terug.